Welkom bij een nieuwe aflevering van de Data Discovery Channel. Ik ben deze week samen met Jorik Bouma, een collega van mij in Londen, op de Gartner Data and Analytics Summit 2017. 2 jaar geleden heette het nog de Business Intelligence Summit, zelfs vorig jaar volgens mij. Heel lang geleden zat het woord analytics er zelfs niet bij, maar inmiddels is het dus de Data and Analytics Summit. En dat zegt ook wel iets over de trend die je ziet in ons vakgebied. Nou, het vindt hier allemaal daarachter plaats. Jorik, jij bent er voor de eerste keer. Wat is jouw indruk tot nu toe? Ja, super interessante sessies. Heel uiteenlopende onderwerpen. Van veel meer hogere level dingen over procesmatigheid in onze wereld. Tot antropologie is zelfs langs geweest. Heel veel verschillende sessies. Heel uiteenlopende onderwerpen. En dat was gewoon heel veel inspirerend. En heel veel dingen die ook aan het denken zetten. Wat ook wel leuk is. Niet heel veel technische sessies. Daar moet je hier niet voor zijn. Maar wel echt sessies die aan het denken zetten over hoe gaat het nou lopen in ons vakgebied. En wat speelt er allemaal. Ja, Gartner is inderdaad ook goed in de predictions. Hè? Doen ja. van voorspellingen wat er gaat gebeuren. Ja, als we even het programma zo aflopen. We zijn maandag begonnen. Het is nu woensdag trouwens voor de kijkers. Derde dag. Maar op de eerste dag begonnen we met een keynote. Wat vond je daarvan? Ja, leuk om te zien. Heel enthousiast verteld. Dat is altijd leuk. Je kan ook zien dat ze het helemaal precies uitgestippeld hebben. Dat het echt heel goed in elkaar zit. Het onderwerp ging over de hoeveelheid aan data die we krijgen. Op dit moment is er nog voor een gedeelte een schaarste aan data. Niet zozeer dat we niet veel data hebben, maar dat de data niet overal beschikbaar is. Ja, daar ging het vooral om. Hè? We hebben wel heel veel data, maar ze gaven eigenlijk aan van er is eigenlijk een abundancy, noemden ze dat geloof ik, hè? Aan data, maar een scarcity aan de toegang ertoe. Ja, klopt. En uiteindelijk, die toegang moet dus ook voor eerst nog tot overvloed komen tot iedereen. Dus ook iedereen binnen het bedrijf, maar eigenlijk iedereen in de hele wereld. En op dat moment kunnen we er pas echt wat mee gaan doen. En dat we eigenlijk nu aan het beginstuk staan van hoe meer dat beschikbaar wordt, hoe meer we ermee kunnen gaan doen. Ja, dat was inderdaad eigenlijk ook een beetje wat ik eruit opvat te vatten. Ik vond trouwens een erg leuke vergelijking die ze maakten met aluminium. Ja. Want als je kijkt naar de grondstof van aluminium, dan is dat er al heel lang. Alleen het is mensen pas heel laat gelukt om daar eigenlijk aluminium uit te halen. En tegenwoordig is aluminium gewoon een wegwerpproduct geworden, wat we overal voor gebruiken. En het zit om verpakkingen heen, die verpakking die gooi je gewoon weg. Nou, dat is eigenlijk ook de kant waarvan Gartner zegt van dat moet je ook met data voor elkaar zien te krijgen. Dat je uit al die data, dat je daar iets van maakt wat mensen gewoon heel makkelijk kunnen gebruiken. En ook heel makkelijk weer weg kunnen gooien als ze het niet meer nodig hebben. Dat vond ik eigenlijk gewoon een hele leuke vergelijking. Ja. Hoor jij ook heel veel over de Chief Data Officer? Heel veel. Er zijn heel veel sessies over alle nieuwe rollen die er komen binnen het bedrijf. Juist ook omdat het nog steeds groeiende is volgens Gartner. Je ziet aan hun voorspellingen vorige keren hoeveel daarvan uitgekomen zijn. De voorspellingen die ze nu ook weer doen, die waarschijnlijk ook wel weer uit zullen gaan komen. Je weet het nog niet, maar waarschijnlijk wel. Dus het blijft groeien en groeien. Dus je ziet ook steeds meer rollen ontstaan. De data scientist wordt ook al in meerdere delen opgedeeld. Dus citizen data scientist, de data engineers, data stewards. Je kan het zo gek niet verzinnen. En eentje die heel veel hoort is de CDO, dus de chief data officer. Dus eigenlijk een nieuwe chair positie, zeg maar, die daarin aangeeft ook hoe belangrijk het binnen bedrijven gaat worden. Een beetje aansluitend op wat wij als InfoSupport eigenlijk ook al heel lang zeggen, dat data een asset wordt. Ja, dan heb je ook een manager nodig die zich daarom bekommert. Ja. Je noemde al even de predictions. Weet je er eentje uit je hoofd of niet? Nee. Daarom heb ik een speak iPad. 2018, organisaties met data virtualisatie capabilities will spend 40% less. He, dus data virtualisatie is ook zo'n onderwerp wat je, ik zal niet zeggen in iedere sessie, maar ik hoor hem in ieder geval iedere dag wel een keer langskomen. Ik ga straks ook over een sessie erover. 2019, enterprises will consume deep learning, mostly via integration in packaged business applications, devices or APIs. He, dus deep learning, wat nu nog een heel klein beetje een hype term is, maar wel wat over de hype heen begint te komen. Dat zal dus pervasive worden, dat is een van de voorspellingen. En ook 2019, 50% of analytics queries will be generated using search, natural language query or voice, or will be auto-generated. En ik heb daar voor mezelf even tussen haakjes achter gezet bots, hè, want
want dat gaat over het bot-framework. Daar hebben we natuurlijk ook best wel wat over gehoord. Ja, release the bots werd er op een gegeven moment geloof ik gezegd. Ja, dat zat inderdaad ook in deze sessie. Ja. Ja. Wat ik ook erg leuk vond trouwens, ik weet niet wat jij ervan vond, maar was het verhaal over silo busting van Gillian Tett. Ja, dat was een verrassend leuke sessie. Van tevoren niet het idee dat je er heel veel uit zou halen, omdat het wel vrij procesmatig is. En het had niet direct met data te maken. Een beetje filosofisch. Een beetje filosofisch ook. Maar stiekem was het uiteindelijk achteraf gezien toch wel heel erg leuk. Ja. Wat ook wel mooi daarin was, is dat een trend die zij daar al in zetten, zag je ook verder terug in de conferentie. Dat heel erg het idee van, we halen alle data naar één plek toe. En ook dat wordt vaak dan door één team gedaan, door het IT-team. Ja. Dat het eigenlijk een beetje achterhaald is. Dat het veel belangrijker is om een hybride model te hebben binnen de organisatie. En dat je eigenlijk gewoon met z'n allen aan het samenwerken bent. Ja. En dat zei ze eigenlijk ook over die silo's. Je ziet vaak binnen bedrijven silo's. En zolang je daar niet een soort lagen overheen legt van mensen die samenwerken uit die verschillende silo's, dan loop je echt enorme risico's als bedrijf zijnde. Ja, wat ik daar ook een leuke aansluitend op hoor steeds is control versus influence. Ja. Van dat je eigenlijk van IT-centric naar veel meer, laat de business het zelf maar doen, hè, maar help ze. Ja, dat klopt. En het leuke is dat je er ook aan ziet dat de tools daar ook veel meer voor beschikbaar komen. Je ziet hier een hele hoop vendors sowieso staan ook op de conferentie. En je ziet er ook heel veel tools in zitten die niet alleen maar de self-service analytics hebben. Dus niet alleen het zelf maken van dashboards door de business. Maar ook dat je die data preparation daarin terug ziet komen. Dus dat ze nog een stap verder gaan. Dat ook de business gewoon zelf eigenlijk meer een producer wordt dan een consumer. Dat wij niet langer alleen maar rapportages maken die zij lezen. Maar dat ze er ook zelf steeds meer mee aan de slag gaan. Ja, dat is natuurlijk wel een mooie trend. Ik kom daar zo meteen nog even op terug, als je het goed vindt. Nog één keynote die we hadden gisteren. Ja, gisteren was dat aan het einde van de dag. Frank Buitendijk, zoals die hier in Engeland genoemd wordt. Maar onze Nederlandse Frank Buitendijk. Wat vond je daarvan? Ja, echt een rollercoaster van een verhaal. Heel veel dingen die je wel tijdens de sessie in ieder geval aan het nadenken zetten. Maar je moest ook wel proberen niet te veel na te denken, maar gewoon een beetje achteroverleunen. Luisteren naar hoe hij het vertelde, luisteren wat hij vertelde. En dan gewoon een paar dingen, niet per se echt iets uit meenemen, maar gewoon erin meegaan en luisteren over hoe enthousiast hij dat vertelt. Het was natuurlijk ook een sessie van tot 6 uur. En dan zitten we hier in Engeland nog een uurtje achter. Dus dan ben je het eigenlijk ook wel zat. En dan is zo'n sessie van Frank Buitendijk zo ontzettend leuk. Ja. Het ging over de digital citizen eigenlijk. Hè? En, heb jij al een digital twin? Ik heb nog geen digital twin. Tenminste, niet dat ik weet. Maar waarschijnlijk ben je die ondertussen, als ik Frank moet geloven, wel aan het opbouwen. Door je social media en alles hoe je jezelf daar representateert. Op een gegeven moment moet je daar ook naar gaan leven. Omdat dat uiteindelijk de persoon is die je bent. Dus dat is inderdaad mijn digital twin toch wel een klein beetje aan het worden. Ja. Dat vond ik eigenlijk ook wel een leuke key takeaway. De maatschappij wordt digitaal. En daar kan je van vinden wat je van vindt. En je kan er bang voor zijn. Nou, dat heeft eigenlijk niet zoveel zin. Nee. Je kan er van allerlei waanbeelden bij hebben. Maar je kan ook gewoon denken van wat kan ik er zelf in betekenen in die digitale maatschappij. En dat vond ik eigenlijk wel een aardig om eens over na te denken met een goed glas wijn of zo in de hand. Want moet niet te zwaar over nadenken. Is nog één ding wat je hier steeds hoort. En dat is? De hype van dit moment. Artificial intelligence? Artificial intelligence, ja, dat is wel. Ik heb een plaatje net nog gezien. Je zat erbij bij dezelfde sessie. Ja. Waarbij ze heel leuk lieten zien dat artificial intelligence echt. We kennen allemaal de Gartner hype cycle. Nou, artificial intelligence vliegt er gewoon helemaal overheen over de hype. Ja. Ja. Wat is jouw beeld bij artificial intelligence? Ik vind het nog lastig. Het is echt nog een gigantisch groot begrip. Je hoort heel veel verschillende definities van wat eronder valt. Dus. Ik heb ook wel het gevoel dat het echt wel een hype is op dit moment. Net zoals dat Big Data in het verleden ook eigenlijk wel is geweest. En waarvan ze in diezelfde sessies toen straks eigenlijk zeiden van Big Data is nu eigenlijk alleen nog maar de infrastructuur. De manier van infrastructuur om Big Data aan te kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk vergeleken met hoe het eerst gehyped werd en wat er toen allemaal onder benoemd werd. Wel een heel stuk minder dan wat er toen de tijd was. Ja. Dus met artificial intelligence zal het waarschijnlijk hetzelfde gaan. Ik weet het niet. Ja, we weten het inderdaad niet. Nee. Wat ik wel, Gartner is natuurlijk altijd heel goed in de predictions. Ik noemde er net al een paar. Ook over artificial intelligence werd deze week wel iets gezegd. Broad AI remains a fantasy for more than 20 years. Dat is ook wel iets waaraan je kan zien dat het op dit moment wel heel erg gehyped wordt. En de reden daarvoor is dat er ontzettend veel compute power beschikbaar komt, waardoor je ook veel meer kan dan in het verleden. Ik vind dat ook wel aansluiten eigenlijk bij een van de thema's die je hier ook op de muur ziet staan, ergens in de hal achter ons. We're living in the age of infinite possibilities. Dat is wat
heel veel mogelijk. Nou, dat leidt er ook toe dat je met AI veel meer kan dan in het verleden. En je noemde net al de verschillende definities. Ik heb er een paar opgeschreven. Amazing innovation. Another impossibility. Aging innovation. Want het bestaat eigenlijk al heel lang. Je hoort iedere keer weer van ja, in de jaren 60 probeerden we ook al om dingen te doen. Om, ja. Eigenlijk om de computer slimmer te maken. We hebben natuurlijk allemaal de schaakcomputers eind jaren 90 gezien. Dus ja, er wordt al heel lang wat aan gedaan. Dus vandaar dat aging innovation is er ook wel een. Ook een leuke quote die ik opschreef in een van de sessies. If the human brain were so simple that we could understand it, we would be so simple that we could not. Dat is een quote van Emerson Pooch. Poeg, ik weet niet hoe je zijn naam uitspreekt, Poeg denk ik. Maar ik vond het in ieder geval wel een hele leuke. Wat je wel meekrijgt van Gartner is, het is een hype. Maar ja, er kan ook heel veel. Dus ga je er wel in verdiepen. Ga kijken wat je ermee kan doen. Begin simpel, begin klein. Dus ik denk dingen als de diverse cognitieve diensten die er inmiddels aangeboden worden, ook door de leveranciers. En ik denk dat het wel goed is om je daarin te verdiepen. Waarbij dan eigenlijk ook nog gezegd wordt dat deep learning, na machine learning, op dit moment wel de trend is waar heel veel mee kan en wat ook breed beschikbaar wordt. Al krijg je wel de waarschuwing, probeer niet om het nu in één keer goed te doen, want over 2 jaar is datgene wat je aan het doen bent alweer compleet verouderd. Dus dat is heel veel over artificial intelligence. Jorik, als ik jou nou nog vraag, alle andere sessies waar je bent geweest, wat vind je de leukste? Nou, van alle sessies vond ik eerlijk gezegd die van Frank het leukste. Puur om de energie die erin zat, hoe het iedereen nog actief houden aan het eind van de dag. En de gedachten die je daar toch aan gang zetten. We hebben er al één leuk etentje over gehad waar we het er al over gehad hebben. Dus hey, dat heeft hij al voor elkaar gekregen. Van alle andere sessies vond ik daar niet zozeer specifiek één. Maar vooral wel de sessies die echt een enorme shift aangeven van we laten steeds meer door de business gaan doen. Alles wat daarbij aansluit, dat je dat steeds meer terug ziet komen. Ja. Het voelt voor mij wel als een logische stap, maar het is wel mooi dat te zien dat het hier zo neergezet wordt. Dat je daar uiteindelijk toch echt aan zou moeten gaan werken om het op die manier te gaan doen. Dus het heeft je wel geïnspireerd? Dat sowieso. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering van de Data Discovery Channel. Bijna live vanaf de Gartner Data and Analytics Summit 2017. Hij is nog niet afgelopen. We hebben nog een programma vandaag. Het is inmiddels einde van de ochtend. We hebben nog een aantal middagsessies. En mocht daar nog iets heel spannends bij zitten, dan komen we zeker nog even terug. Abonneer je op ons kanaal. Like hem als je de video leuk vond. En tot de volgende aflevering.